Een jong koppie heeft Jordy Klaasie nog als hij 5 jaar geleden door Feyenoord wordt verhuurd aan Excelsior. Die clubs hebben in die periode een samenwerkingsverband. Een van de afspraken is dat beide clubs een percentage krijgen van verkochte spelers die niet van hen zijn. Zo verdient Feyenoord aan de transfers van Excelsior-spelers en krijgt Excelsior bruto 5% bij de verkoop van Jordy Klaasie. Dat geldt in de toekomst ook bij eventuele transfers van Elvis Manu en Lucas Woudenberg, die ook in Kralingen speelden. Feyenoord houdt zo 77% van de transfersom van Jordy Klaasie over, omdat ook nog eens ruim 18% naar investeerders in talentpools gaat. Die pools werden 8 jaar geleden opgericht om Feyenoord uit de ergste financiële problemen te helpen.